Een hele goede middag, dames en heren. Welkom hier weer bij een ronde van de Mazda MX-5 eSports Edition. Ronde 3 alweer gesteund. Deze wedstrijd door de KNAF, de Nederlandse Autosport Federatie. En mijn naam is Nelson Valkenburg en samen zijn we helemaal afgereisd naar het prachtige circuit van Suzuka. Daar waar we vandaag in actie gaan komen. De eerste wedstrijd van de Mazda MX-5 eSports Battles was natuurlijk op het circuit van Zandvoort. De tweede wedstrijd was in de Belgische Ardennen. Virtueel dan in ieder geval op het circuit van Spa-Francorchamps. En nu alle sim-units ingeladen en zijn we naar het prachtige land van Japan gegaan. Voor dit hele bijzondere circuit. En dat is dan toch wel het mooie van deze setup, is dat we overal kunnen racen. En het circuit van Suzuka kwam afgelopen vrijdag uit de Hoge Hoed voor de wedstrijd tussen die hier dan vandaag gereden wordt. Twee wedstrijden in totaal. Inmiddels wordt er getraind. En zien we dat Andras Kiradi de snelste is met 2:26.7. Interessante nieuwe namen ook erbij. Joey Alders, een van de helden ook van het reguliere asfalt als het om formulewagens gaat vooral. Een single-seater kampioen, Aziatische Formule 3. Dat is waar we hem gaan zien. Het is een hele, hele sterke rijder. En leuk dat hij hierbij is. We zien ook Colin Carassani inmiddels erbij. Michael Kool. Lorenzo van Riet. En heel veel andere namen. We gaan weer in onze handjes kunnen wrijven vandaag. Met deze derde wedstrijd alweer van de Mazda MX-5 eSports Edition. En deze dus mede mogelijk gemaakt natuurlijk door de KNAK, Nationale Autosport Federatie. Oftewel de KNAF. We hebben nog wel flink wat tijd te gaan hoor. We gaan straks pas rond de klok van 1 kwalificeren. En inmiddels hebben de deelnemers al een goede 23 minuten vrije training erop zitten. We gaan eens rustig kijken. En straks vlak voor de kwalificatie gaan we daadwerkelijk de balans opmaken. Als we dat dan hebben gedaan, dan weten we precies wie snel is, wie niet. Wie nog wel wat werk te verzetten heeft. Wie de grote favoriet is voor deze editie van de Mazda MX-5 Cup eSports Edition. Zometeen zijn we dus terug. In de tussentijd gaan we eens lekker rustig kijken naar alles wat er hier op de baan in Suzuka gebeurt. Thank you.
Thank you.
En dames en heren, nog een half uurtje te gaan in deze vrije training. En u ziet inmiddels Colin Karasani aan de leiding. Snelste tijd voor hem, de 2:26.1 op het lange circuit van Suzuka. Maar Andras Kirali in de laatste paar minuten is heel dichtbij gekomen. Een beetje op een tiende van een seconde zit hij achter Karasani. En Kirali, die lang de snelste was, was zojuist ook heel snel in 2 van de 5 sectoren. Lang circuit dus. Ook veel timing sectoren. Derde plaats voor Robin Monster. Voor Pepijn Kruijveld, Danny Kroes en Maciej Krolikowski. Dat is de top 6 tot nu toe. Maar zoals gezegd, nog een half uurtje te gaan qua training. En we zien flink wat verbeteringen hier en daar. Hier volgen we Danny Kroes. Regerend Lamborghini Super Trofeo Pro kampioen. Hier is overstuurd zijn auto. En zien wat hij voor elkaar kan krijgen in deze race. Beetje te wijd voor Maciej Krolikowski. Die tot nu toe een grote rol wel in het kampioenschap heeft gespeeld. Althans in de wedstrijden, laten we het zo noemen. Was echt heel snel op Zandvoort nadat hij in de vrije training problemen kreeg met zijn sim-setup. Was ook echt heel snel op Spa-Francorchamps. Maar plaatste zichzelf daar op Camel Straight eigenlijk in een onmogelijke positie. En daar betaalde hij dan ook de prijs voor. In die bontgekleurde auto. Heen zien wat Krolikowski kan gaan doen straks als we gaan kwalificeren. Tot nu toe gaat het nog niet zo hard voor. Bijvoorbeeld Kevin van der Slik, de winnaar natuurlijk van de vorige wedstrijd op Spa. Een van de winnaars. Slik die momenteel op de 13e plaats zit. Heeft ook nog niet zo heel veel rondjes gereden. Maar weet inmiddels wel van der Slik dat hij kan vlammen op het moment dat het nodig is. Met 2 wielen door de bocht. Ook dat werkt soms. Het plekje waar eerder Krolikowski te wijd ging. Als je dus die curbs te hard raakt en eigenlijk op het verkeerde moment, word je gewoon heel wijd naar buiten gegooid. Een andere rijder van wie we veel verwachten, maar die tot nu toe nog niet super snel is, is Lorenzo van Riet. 16e op dit moment. Van Riet is wel bezig, zo lijkt het, met een lichte verbetering. En dat moeten we maar eens even in de gaten houden, of dat zo ook is. Kan dan Laurens de Wit misschien wat moois doen. 10e plaats voor de Wit. Rijdt zojuist een 2:27.8. En dat is 1,5 tiende langzamer dan zijn eigen persoonlijke snelste tijd. Lange rechte stukken. In die zin echt uitstekend geschikt voor de Mazda. Want deze auto slipstreamen uitstekend. Benieuwd wat we dan van de wedstrijd zelf kunnen verwachten. Want wat tot nu toe is gebleken is dat de wedstrijden chaotisch, spannend en spectaculair zijn geweest. Dat zal toch eigenlijk vandaag niet anders zijn, mag je aannemen. Lichte verbetering voor Lorenzo van Riet, 14e plaats nu. Daar geen verbetering voor Laurens de Wit. En zo is het een kwestie van kijken wat er werkt en wat er niet werkt. Ook een verbetering voor Kevin van der Slik. Dus in dat middenveld gaat het ietsje harder. Nog niet zo hard als helemaal vooraan Colin Karasani. Die zojuist ook nog eens even aan persoon 2:27.1 neerzet. Waarmee hij ook gewoon 4e had gestaan. 13e plaats. David Plasman. In 2:28.3 was het vorige rondje. En dat is het beste rondje tot nu toe. Heel even in de limiter. Kijken of Plasman zichzelf kan verbeteren. Dit 4 plaatjes voor Joey Alders. Voor wie dit natuurlijk niet helemaal gesneden koek is. Racen met een Mazda tourwagen. Die is beduidend anders dan de High Downforce de auto's die we normaal gesproken zien van Joey Alders.
Afgelopen zaterdag was er een eerste testdag op het circuit van Zandvoort. Goed om een aantal mazzels alweer in actie te zien daar. 12 juli opnieuw een testdag, maar dan op het circuit van Zolder. En daarna komt toch langzaam maar zeker dat moment dat we echt weer gaan racen. De kalender is inmiddels geüpdate. We beginnen het seizoen begin van augustus op de Zolder Super Prix. Daarna door naar het circuit van Assen tijdens het DTM weekend. Gamma Racing Day in eind september ditmaal. Op het TT-circuit van Assen. Dan de wedstrijden op circuit Zandvoort begin oktober. En de finale races op het circuit van Assen. Ja, het is een gemankeerd seizoen. We weten allemaal waarom. Maar veel belangrijker is dan toch dat we niet alleen deze community hebben. Dat er hier geraced kan worden. Maar dat daadwerkelijk de omstandigheden in ieder geval in Europa zo zijn. Dat we op kleine schaal gewoon weer onze sport kunnen gaan uitoefenen. En dat is dan toch wel heel fijn. Want dat betekent niet alleen dat dat goed is voor teams en rijders, voor de sport aan zich. Maar het vertelt ook iets over hoe het in onze landen en de omliggende landen gaat. Stevens is hekkensluiter nadat Matthijs Bakker zich zojuist verbeterde naar 2.29.5. Is het Stevens met 2.29.9 die dus de hekkensluiter is en rondgaat. Het is een tricky baantje. Dat is één ding wat zeker is. Zo wordt er alsnog flink getraind. Wild. De man die echt in bijna elke klas al wel in actie is gekomen. Hij hield hem uit de muur. Dat is toch fijn, zullen we maar zeggen. Toch zo direct gaan proberen zijn tijd te verbeteren. We zien nu zo'n fase waarin niet heel veel verbeteringen meer gaande zijn. En op deze manier gaat het ook zeker niet gebeuren voor Matthijs Bakker. In het wit en oranje. Even daar zijn wieltjes geblokkeerd heeft. Ah, en hier zien we dat ook. Waarom? Tony Vijfschaft ging eraf. Zal zo naar vermoedelijk de pits gaan. Om daar te respawnen. Lopen staat hij daar in de bandenstapel. En Michael Kool is dan de volgende die we kunnen gaan volgen. Voormalige Ford-rijder onder andere. Kool. Beetje van het toneel verdwenen, maar nog altijd een instructeur. En zit op de 9e plaats. Een 2.28.7 zojuist. Voor Michael Kool. Hij is al sneller geweest. Joey Alders. Kijken of Alders kan aanhaken bij een top 10er. Misschien zo aan het einde van deze vrije training. Hoewel nog 20 minuten te gaan. Misschien nog wel wat pace kan vinden. Hoe dan ook. We zijn bezig met de vrije training hier op het circuit van Suzuka. Het toneel van de derde e-sport battle.
Esports Edition van de Mazda MX-5 Cup kampioenschap. Dat in ieder geval tijdens deze COVID-19 periode online verder is gegaan. En binnenkort gelukkig ook weer daadwerkelijk op de circuit in actie gaat komen. Blijven voorlopig nog maar eens even kijken. Kijken naar deze vrije training. Kijken of iemand deze Colin Karasani van de snelste tijd af kan houden. Maar we weten natuurlijk ook dat het straks om de knikkers gaat als we gaan kwalificeren. En gelijk aansluitend gaan racen.
De laatste 5 minuten van deze vrije training zijn ingegaan. Inmiddels hebben we al een paar rondes lang een soort gevecht op de baan. Onder andere Michael Kool, David Plasman zit erbij. Het zorgt ervoor dat het in ieder geval heel entertaining is. Hard gaat het hierdoor niet, hè. Maar plezier hebben ze des te meer. En voor die laatste paar minuten... dan kan het absoluut geen kwaad. Michael Kool, 128, daarachter zit dan ook Maciej Kolakowski. De snelste van dit groepje als het gaat om de al gereden rondetijd. Het zit toch wel dicht bij elkaar hoor, op zo'n lange baan. Hebben we de eerste 15 binnen 2 seconden. Dat is gewoon heel erg close. Zo direct gaan we dan ook, denk ik, best wel een gevecht om pole position zien. Met name tussen Karasani en Kirali. Maar toch ook moet je vanuit gaan met Robin Monster. Beteringetje, zojuist gezien. En Laurens de Wit. 2.27.4. En nu in één keer 4 auto's bij elkaar. Dat denk ik Joshua Kreuger. Die daar als 4e bij aangesloten is. Zo vinden ze elkaar allemaal wel. Mooi om te zien hoor. Het is in ieder geval druk op de baan. Ondanks het feit dat er met heel veel asfalt en 20 ingeschreven auto's ruimte genoeg is. Gaan ze hier elkaar toch nog even lekker dwars zitten voor die laatste paar minuten. En waarom ook niet. Cool, even te wijd. Ook een verbetering van Simon van Dijk zojuist. De laatste rondje was een 2.29.7. Ja, en dat is sneller dan wat deze man op dit moment doen. Want David Plasman rijdt een 2.29.9 het vorige rondje. En het kan me niet voorstellen dat het nu sneller is gegaan. Kijk maar, 2.30.4. Uit de slipstream. Cool. Aan de buitenkant. En dan denk je, ben je eraan voorbij. Dat is hij dan ook 2 meter lang. Maar uiteindelijk komt Plasman er weer voor. Het zijn wel goede lessen die geleerd worden voor de race natuurlijk op deze manier. Op een circuit waarvan ik zeker weet eigenlijk dat er niemand heeft gereden. Zei hij heel twijfelend. Misschien met de uitzondering van Joey Alders. Wordt er toch wel wat ruimte gevonden. De laatste voorbereidingen voor de kwalificatie van de Mazda MX-5 eSports Edition nummer 3 op het circuit van Suzuka. Dat is waar we vandaag in actie komen. Waar tot nu toe in deze vrije training Colin Karasani het dichtste bij de 2.26.0 grens is gekomen. Simon van Dijk die we volgen. In de tijd voorlopig. Maar kan misschien nog wel wat vinden zo aan het einde van deze sessie. Maar inmiddels de laatste 30 seconden lopen. Een beetje. De laatste halve minuut. Die gaat nu in. Oud. Van Simon van Dijk. Voor deze laatste paar seconden op de baan. Dan gaan we zo direct dan toch echt beginnen met de kwalificatie. Finishvlag is uit.
En dus is deze lange vrije trainingssessie gedaan. Dan gaan we gelijk door met de kwalificatie, natuurlijk. En het klokje loopt inmiddels. In die kwalificatie 12 minuten tijd krijgen de coureurs 20 stuks in deze Mazda MX-5 eSports Edition nummer 3 op het circuit van Suzuka om een echte tijd neer te gaan zetten. Wordt het Colin Karasani die zowel op Zandvoort als op Spa-Francorchamps supersnel was? Wordt het misschien Andras Kirali die met name op Spa echt op de deur klopte, maar betrokken was bij incidenten? Wordt het misschien in deze setting Robin Monster? Juist erg snel in de vrije training. We gaan het allemaal afwachten. We gaan het allemaal zien in deze de kwalificatiesessie voor deze Mazda MX-5 Cup eSports Edition nummer 3. Wedstrijden mede mogelijk gemaakt natuurlijk door Mazda Nederland. Door het team van VMAX, de organisatie natuurlijk. En voor deze wedstrijd de KNAF, de Nederlandse Autosport Federatie. Waardoor we dit ook allemaal kunnen uitzenden. Arons de Wit, randje top 10 zo'n beetje. Zien dat de Mazda's op deze baan best wel de neiging hebben tot overstuur. De vakgarage Mazda. Wordt met elke minuut, zo lijkt het, sneller en sneller. Laurens de Wit kwam meer in zijn element naarmate sessie vorderde. Interessant om al wat sectortijden binnen te zien komen, ondanks het feit dat er nog geen getimed ronde loopt. Dit is uit de pits. Is het wel zo natuurlijk dat je al kunt zien wie er al snel is. Voorlopig laat Danny Kroes prima tussentijden zien. Geldt ook trouwens voor Andras Kirali. Met een rondetijd van pak een beet 2,5 minuut. Ga je niet zo heel veel mogelijkheden krijgen. Hè? Het is bijna een soort superpole sessie met zo'n 12 minuten kwalificatie. Colin Karasani. Sinds die snelle tijd van 2.26.1 hebben we hem heel vaak heel dwars gezien. Liftend en wel. En is hij, zo lijkt het, vooral op zoek naar de sweet spot met de Mazda. Gaat aan zijn rondje beginnen. Nog even wat temperatuur in, met name die voorbanden krijgen. En dan aanremmen. Het rondje dus beginnen. Het ziet er erg voorzichtig uit. Waarbij we dus zeker weten dat dit niet het rondje in de 2.25 wordt. Voor Colin Karasani, bij wie we dus aan boord zijn. Zelfs de eerste sector van de coureurs die al bezig zijn met een snel rondje. Is er voor Kevin van der Slik. 22-9. Colin Karasani, ondanks dat het er voorzichtig uitziet, geeft maar weer aan hoe moeilijk het in te schatten is, is een tiende sneller dan Kevin van der Slik. Sturen, vechten met de auto, dat is wat Karasani moet doen. Is wel opvallend. Maar hij heeft ook in de tweede sector nu de snelste tijd. Karasani 30-9. En ook in de derde korte sector 16-3. Dan is hij gewoon tot nu toe een halve seconde sneller dan het beste vergelijkingsmateriaal wat we hebben. Dat is Kevin van der Slik, zei ik.
van de slik heeft zijn rondje afgebroken. Zo lijkt het. Rassani niet. Ars ook in sector 4. En dan heeft hij er dus nog eentje echt te gaan. Eerste rondetijden die binnenkomen. 27-1 voor Danny Kroes. Een tiende sneller dan Robin Monster. Andras Kirali ook om en nabij net zo snel. Maar we hebben toch het idee dat Colin Karasani veel sneller dan die rondetijd gaat zijn. Alders naar de vijfde tijd. Koel naar 6. Zo zit het bij die eerste 4 plaatsen erg dicht bij elkaar. Oh. Nog altijd vechten hoor met de auto voor Karasani. Het rondje zit er bijna op. Voorbij de pit entry zijn we al lang en breed gegaan het rechte stuk op. En wat wordt de tijd van Colin Karasani? Zo, een 26-7. En 15e sneller dan Andras Kirali. Prima gedaan door Colin Karasani. Gelijk de benchmark neergezet. De vraag, wie kan daarbij in de buurt komen? Kan daar iemand bij in de buurt komen? Kijken naar Danny Kroes en zien geen verbeteringen voor hem, wel voor Robin Monster. Monster op de 4e plaats. En wat kan Andras Kirali? In de jacht op een betere tijd. In ieder geval dat het wel mogelijk is, denk ik zo. Het is gek trouwens. Ik had heel even in beeld dat Kevin van der Slik een 2.26.7 ook had. Maar die heeft nog geen tijd neergezet. Eens kijken wat daar aan de hand is. Rassani voorlopig nog altijd de snelste natuurlijk. We hebben één paarse sector voor Andras Kirali. Deze Danny Kroes zit voorlopig achter de tijd van Karasani. De enige in de 2.26. Daar komt hij aan, Danny Kroes. Verbetert zich niet. Oh, hij is maar 4.000ste langzamer dan dat hij was. Wel een verbetering voor Kreuger. En hier dan toch wel een verbetering voor Robin Monster. 2.27.1. Daarmee is hij 200ste sneller dan Andras Kirali. Minder zelfs. Het is 16.000ste. Maar het is wel de kruimels oprapen achter Colin Karasani. Die in ieder geval als kwalificatieauto iets heel speciaals heeft. Want hij is veel aan het vechten met de machine. Hij is veel aan het driften. Maar hij is er wel snel mee. Hop! Daar gaat het mis voor Robin Monster. Wat jammer is, want hij was sneller in de eerste sector dan dat hij tot nu toe was. Daar komt Colin Karasani om weer een rondje te gaan rijden, te beginnen. Kijken ook naar bijvoorbeeld hier met startnummer 8. Dirk Warmerdam, een van de drijvende krachten achter deze eSports Editions. Zat aan het begin van de vrije training in de top 5. Zakte daarna een beetje weg. Wat kan Warmerdam nu? Zesde tijd, 27-5. Dat gaat er alweer op lijken. En dan zit hij vlak achter Dirk Schouten, die vlak voor hem een 27-3 noteerde. In de tussentijd is Karasani vrolijk verder aan het gaan. En gaat hij, zo lijkt het in ieder geval, ietsje harder. Maar dat is nog even de vraag. David Plasman in de top 10. 2.28.0. Terwijl er nog maar 2,5 minuten gaan zijn. Zoveel tijd ga je niet krijgen. Lijkt het erop alsof er een aantal coureurs de boot een beetje missen. Laurens de Wit was de eerste die naar buiten reed, maar is de laatste die nog een tijd moet neerzetten.
inmiddels weer in de pits, Karasani. Ik denk dat hij wel weet dat hij niet aangevallen gaat worden. Tiende plaats slechts voor Maciej Kolakowski, die in de top 5 zat zojuist in de vrije training. Dus maar eens dit rondje van Plasman afkijken. Waar kan hij naartoe? Het zit erin. 2.28.0 was de tijd voor David Plasman. Het wordt 27.6. Mooie verbetering voor hem. En dat eigenlijk allemaal in de dying minutes, zo'n beetje. Van deze sessie. Start nummer 1. Laurens de Wit. En dan toch in die top 10. Duwt daarmee Kolakowski de top 10 uit. Hebben we alle deelnemers inmiddels op de baan gehad. Weer Matthijs Bakker die 17e staat. Met start nummer 17. Kan hij, denk ik, net niet dat rondje meer af gaan rijden. Well, misschien wel. Betering voor Kolakowski. 2.27.6. Ook op het rechtstuk en zal gelijk de pits weer opzoeken. Hoewel hij, denk ik, niet meer naar buiten kan voor een rondje. Een proefstart. Dat was het. Je is in het echt proberen de auto zo neer te zetten. Hier kan dat. Hier mag dat. Ja, de start zal zeker belangrijk zijn. Dus nog wat laatste moment om dat uit te proberen. Voor Maciej Kolakowski, die zo'n beetje de laatste is die ook nog daadwerkelijk op de baan zit. Zo. Zit deze kwalificatiesessie op het circuit van Suzuka erop. Weten we dat Colin Karasani de snelste was. Prima gereden hoor. Zojuist. Door Karasani. Eigenlijk 1 rondje ervoor gegaan. En was bijna een halve seconde sneller dan Robin Monster. Daarachter zat het heel dicht bij elkaar. En dat belooft wat voor deze wedstrijd. De grote vraag gaat zijn. Wie kan Colin Karasani in Suzuka van eeuwige glorie afhouden? Dat wordt de vraag. Een antwoord, daar moeten we nog heel eventjes op wachten. Maar niet zo heel lang, want we gaan zo direct alweer gelijk racen. Voor deze eerste van 2 wedstrijden. Tijdens het derde raceweekend van de Mazda MX-5 eSports Edition. Deze wedstrijd mede ondersteund door de KNAF. KNAK, Nationale Autosport Federatie. Inmiddels zien we dan ook dat de auto's op die startgrid zijn aangekomen. We zijn dus klaar om te gaan beginnen in deze eerste wedstrijd. 10 rondjes op het lange circuit van Suzuka. En de grote vraag gaat zijn: wie gaat de man van pole position van de overwinning afhouden? Colin Karasani. Hij start op pole voor Robin Monster. Voor Andras Kirali, Danny Kroes, Dirk Schouten, Dirk Warmerdam, David Plasman, Maciej Kolakowski, Joshua Kreuger en Laurens de Wit. Dat is de top 10 voor deze derde tref alweer. En we zien dat de toeren omhoog gaan. 4 lichten aan, 5 lichten aan. En als ze uit zijn, zijn we vertrokken. En dat is dan nu ook het geval. Niet een goede start voor Karasani. En dat was natuurlijk wel even het heikele punt. Hè? Op die manier kun je heel veel plaatsen verliezen. Hij heeft er al 3 verloren bij het ingaan van de eerste bocht. Misschien zelfs pas als 5 eruit. En is het Robin Monster die aan de leiding gaat voor Kirali en Kroes. En nu moeten ze een beetje gaan samenwerken. Karasani op P4 gaat weer voorbij aan Schouten. Kirali gaat voorbij aan Kroes. En Karasani tikt dan weer zo'n beetje op de deur. Bij Kroes om naar de top 3 te gaan. Maar toch een bijzondere start. Niet helemaal zoals het gepland was. Kolakowski, superpower kleuren. De 6e plaats.
De Wit, een uitstekende start op P7. Warmerdam en Plasman, 8 en 9. En dan Kreuger op 10. Zo hebben we de S's gehad. Duiken we eigenlijk naar beneden. De curb niet te hard raken. Je kan er echt van afgeworpen worden. Karasani vlak achter Kroes. Er zit een beetje klem. Waardoor Schouten en Kolakowski gewoon aan kunnen haken natuurlijk. Altijd monster aan de leiding. En daar is Karasani eraan voorbij. Laat geremd. Maar vooral ook pas heel laat laten zien aan Kroes wat hij wilde doen. Die probeert wat te counteren, Kroes. Oh. En waar? Heuvel af. Voluit. De Kirani en Monster met elkaar in gevecht. Op het moment dat ze eigenlijk weg moesten kijken. Proberen te komen. Kijken of je weg kan komen. Wie ook aan het kijken was Maciej Kolakowski. Volgen we hier in beeld. Zit daar bijna met het neusje aan de binnenkant. Bij Dirk Schouten. Bijna is hierin niet helemaal. En de top 6, top 7 helemaal bij elkaar. Daar Kirali. Naast Monster. Zit hij weliswaar aan de buitenkant voor de volgende bocht. Maar hij heeft de overlap. Neusje ervoor. Dan laten ze hem alle twee staan. Jazeker. En dan is er lichtjes contact. Al netjes gereden eigenlijk van alle twee. Maar Kirali met het grootste hart. En die gaat hier de leiding pakken. Karasani profiteert van het gevecht. Zit aan de buitenkant nu bij het uitaccelereren bij Robin Monster. Zit ernaast. Zit er tegenaan. Robin Monster wordt opzij gedreven. Dat was niet helemaal de meest nette actie, maar het was ook weer niet zo dramatisch. En ook daarvan profiteren bijna Kolakowski. Heel veel momentum verloren door Monster. En zo dus in 4 bochten tijd van de leidende positie teruggevallen naar de 6e. En daar met z'n 3e de eerste bocht in. Via de buitenkant is het Kolakowski die naar de 4e plaats gaat. Goed gedaan. Is en Schouten en Monster voorbij. Terwijl Kirali leidt voor Karasani en voor Kroes. Dat is de top 3. Slechte start van Colin Karasani. Heeft hij zich van de 5e plaats waar hij even terecht kwam, nu dan alweer opgeklommen, teruggevochten naar de 2e plaats. Kirali heeft wel een klein gaatje. Niet dat Karasani normaal gesproken heel veel in de spiegels hoeft te kijken. Koers, wijde lijn. Gaat hij ergens toch normaal gesproken de prijs wel voor betalen. Je ziet dan nu ook dat Kolakowski onder de achterbak komt. 1 auto eraf. Dat is Lorenzo van Riet. Die is rondgegaan. En er valt heel, heel ver terug. Wat gebeurde daar bij Lorenzo van Riet? Boven kunnen we het nog een keer zien. De 19e plaats in deze wedstrijd. Vooraan is het Andras Kirali. Kirali dan degene die onder druk komt te staan. Oh, Dirk Schouten keek ook even. En Maciej Kolakowski die niet de aansluiting kan houden bij Danny Kroes. Lukt hem net niet. Robin Monster niet gelukkig met hoe hij zojuist die plaatsen verloor. Proberen naar voren te komen. Doet ook Colin Karasani uit de slipstream. Te laat verdedigd van Kirali. Normaal gesproken aan de buitenkant. Dit is dezelfde move die Kirali bij Monster deed. Aan de buitenkant zitten en dan het neusje naast houden voor de volgende rechter. Dat lukt hem niet. Maar kiest weer het ruime schop. Via de buitenkant. Zo, wat een ongelooflijk knappe actie van Colin Karasani. Zijn exit zal verpest zijn, maar hij zit wel aan de binnenkant. Via de buitenkant Kirali. En helemaal aan de binnenkant kijkt Danny Kroes. Gaan ze met z'n 3 het rechte stuk op. En nu dan de strijd om de leiding. Ze moeten Karasani voorblijven. Want eenmaal aan kop in de eerste bocht denk ik dat hij niet meer te stuiten is. En Kroes is degene die het meeste profiteert van dat gevecht. Karasani in de mangel met Andras Kirali erbij. Wat een geweldig gevecht zeg om de leiding. Met Kroes nu aan de leiding. Dat is de 4e leider zo'n beetje in deze wedstrijd. Karasani en Kirali met elkaar in gevecht. Wordt beduidend netter gereden dan bijvoorbeeld op het circuit van Spa-Francorchamps. Is duidelijk even gesproken met de deelnemers. En je ziet dan ook dat contact. Natuurlijk, het is een toerwagen. Er kan geleund worden.
Er kan niet geramd worden, niet op de manier zoals we eerder hebben gezien. Met Kolakowski onder druk van Schouten en Monster in het tweede groepje. Daarachter dan Laurens de Wit, Dirk Warmerdam, Klasman en Kreuger. Maar vooraan is het gewoon Danny Kroes. Die profiteerde van die strijd, hè? Van het positioneren van Andras Kirali en Colin Karasani. Prachtig, echt prachtig. Uit de slipstream bij Laurens de Wit komt Dirk Warmerdam. Dan aan de binnenkant. Probleem is, je zit aan de verkeerde kant van de volgende bocht. Terwijl daar Kolakowski twee plaatsen verliest. Warmerdam vergalopeert zich en raakt bijna de Poolse Nederlander. En daardoor gewoon weer een plekje verloren aan Laurens de Wit. Het is een stuivertje wisselen eigenlijk in die hele top 10. En die top 10 is ook praktisch in één beeld gevangen. 11 plaats voor 5 straf. Dan Van der Slik, die absoluut niet zo snel is als dat hij bijvoorbeeld op Spa-Francorchamps was, waar hij de winnaar werd. Hop, even te wijd. Laurens de Wit. Ik weet niet of hij een klein tikje kreeg van Dirk Warmerdam. Het leek erop, maar hoe dan ook. Warmerdam nu naar P7. Vlak voor hem, Kolakowski. En Schouten en Monster aan hem voorbij heeft zien gaan. Dan gaan we weer. Goed verdedigend werk van Danny Kroes. Die heeft de lange breed door dat het niet de binnenkant is die je moet verdedigen, maar de buitenkant daar. Daar heel laat geremd door Colin Karasani. Echt heel laat geremd. Ze zien hem aankomen en dan is er contact. Maar hij zag hem komen en hij zit ertussen. Over het gras. Colin Karasani er voorbij. Maar wel heel weinig topsnelheid bij het opkomen van het rechte stuk. En dus is het weer Andras Kirali die hiervan gaat profiteren. En niet alleen hij. Let ook op Kroes. Zit in de slipstream. Dan moet Karasani verdedigen ten opzichte van Kroes. En is het Kirali die via de buitenkant er voorbij gaat geraakt wordt. Ja, op het moment dat je op je allerlichtst bent. Het komt ook natuurlijk omdat hij zich zelf in die positie manoeuvreert. Het was een alles of niets actie om voorbij te gaan aan Colin Karasani. Maximum grip gevraagd, maximum risico genomen. En dan is het lichtste tikje, wat geen tikje wat expres was. Hij zat daar nu eenmaal. Het lichtste tikje is voldoende om de auto te destabiliseren. En zo is het Kroes die leidt voor Monster. Monster inderdaad op de tweede plaats. En Schouten, Kolakowski en Warmerdam. En Karasani op de 7e plek. Kan hij weer overnieuw beginnen. Colin Karasani. Wat een geweldig gevecht. En in zo'n gevecht kan het dus wel een keer misgaan. En dat is wat we zagen. 9e plek voor Kirali. Die zal snel de aansluiting gaan zoeken. Met de Wit nog tussen hem en Colin Karasani. Karasani voorbij aan Plasman, hoewel. Op de bocht. Oh, Karasani werd opgevangen in dit geval. Door Dirk Warmerdam. Even de plaats. Nog altijd voor Karasani die echt overspeed heeft. Hij is veel sneller dan de mannen voor hem. Maar hij moet ook de ruimte krijgen. Aan de binnenkant. Voor de volgende bocht zit Dirk Warmerdam en David Plasman. En dan is hij wel Plasman voorbij. Dan toch. Uiteindelijk. En dan moet hij weer richting Dirk Warmerdam. Dat is maar een halve wagenlengte, dus dat moet lukken. Vooraan is het Kroes samen met Monster in gevecht. Met Schouten in die slipstream. De 4e plaats voor Kolakowski. Dan Warmerdam. Dan Karasani. Terwijl Plasman heel wijd gaat, gaat Laurens de Wit van profiteren. Nee, hij nam zoveel snelheid mee. Ja, dit is wat hij goed doet, hè. Karasani laat geremd weer. Oh, en dan is het Warmerdam die rondgaat. En dan is hij niet de enige die daar in de problemen komt. Want volgens mij was dat ook Laurens de Wit. Ja, start nummer 1 kon er net omheen. En samen verliezen ze heel veel tijd. En dan is het all change in de top 10. Want we zijn ook Maciej Kolakowski kwijtgeraakt. Als ik dat goed zag, dat zie ik niet goed. Want hij wordt inmiddels weer teruggeplaatst. Dat is even een lifetiming dingetje. Kolakowski nog wel op de 4e plaats voor Karasani. Waar is Dirk Warmerdam tot teruggevallen? De 13e plek. En Laurens de Wit op P12. En dan is Kirali P8. Kreuger zit er nu voor. Dit is het gevecht om de leiding. Met nog altijd Danny Kroes aan de leiding. Voor Monster, voor Schouten. En dan Kolakowski. Met z'n vieren. Lang te zien.
goed om te zien. En Colin Karasani zit er nu achter. Die gaat er natuurlijk heel, heel snel naartoe. Robin Monster moet verdedigen ten opzichte van Dirk Schouten. Maar Jake Kolakowski er vlak achter en dichtbij. Dit geeft dan Danny Kroes net even de mogelijkheid om weg te komen. Dan is het de vraag of Colin Karasani heel makkelijk dit groepje voorbij komt. Als dat niet lukt, dan is Danny Kroes degene die echt spekkoper is in deze eerste wedstrijd. Als dat wel lukt, dan kan hij gaan jagen. Vierde in dit groepje, vijfde in de race. De snelste man eigenlijk op het circuit, Colin Karasani. Maar Danny Kroes die leidt de wedstrijd. Terwijl Monster aan het verdedigen is. Robin Monster. De plek voor Dirk Schouten. En dan dus Maciej Kolakowski moet in de verdediging. Want Colin Karasani is er al bijgekomen. Heeft dat gat gedicht. De wedstrijd die voor hem begon met een slechte start. En niet alleen een slechte start, maar daarna eigenlijk in de melee terecht kwam. Halverwege de wedstrijd weer wat plekken verloor. Ook hierin een echte Mazda-race. Kolakowski uit de slipstream bij Schouten. Kijk eens even. Maar het is moeilijk om het daar aan de binnenkant te doen. Oh, pak onderstuur bij Schouten. Maar hij zit nog wel vlak achter Monster. Danny Kroes heeft 3 wagenlengtes, maar hij loopt niet zo ver weg als dat ik gedacht had. Dus benieuwd of straks dan achteraan in dit groepje Colin Karasani, als hij zonder kleerscheuren de 3 coureurs voor hem voorbij kan, of hij dan naar Danny Kroes kan. Snelste dit rondje zonder twijfel Colin Karasani, 2:26.9. Daarmee had hij toch ook op pole position gestaan. Uiteindelijk is het de vraag of de snelste coureur in de race ook wint. Het heeft met zoveel meer te maken dan dat. Over de curbs, niet te hard. We hebben gezien hoe dat de auto in onbalans kan brengen. Zoeken naar wat grip om het neusje ernaast te krijgen bij Kolakowski. Switchback maken lukt niet. Kolakowski verdedigt daar de binnenkant, maar haalt momentum uit de auto. En dan kan Karasani daarvan profiteren. Is heel slim gereden. Nu is hij nog niet helemaal af van Kolakowski. Je ziet gewoon dat hij meer snelheid in de auto heeft. En dat hij de auto kan plaatsen waar hij wil. En inmiddels dus op de 4e plek in de wedstrijd. Colin Karasani. Dirk Schouten. Verliest daar wat momentum. Dat is precies wat Karasani nodig heeft, hè? Bijna 6 ronden van 10 erop zitten. Hij heeft tijd genoeg om richting eerst Robin Monster te rijden. En daarna naar Danny Kroes. Dan moet hij wel nu voorbij aan Dirk Schouten. Eerst via de buitenkant. Het is een geproefde methode. Omdat op Suzuka er vervolgens dan wel een bocht naar rechts komt. Maar hij verliest snelheid. Beetje te wijd. Kan Kolakowski daarvan profiteren? Hij heeft in ieder geval overspeed, Kolakowski. Neusje ernaast, net niet, want Karasani kwam al uit de slipstream. Nu wordt het even weer billen knijpen, want hij zit weer aan de buitenkant. Doet hij wel goed en hij kan zoveel meer snelheid meenemen. Dat hij vervolgens aan de binnenkant zit voor een hele langzame chicane. En dan heeft hij gewoon nu de 3e plek te pakken. Het is echt heel goed gereden hoor, van Colin Karasani. Hij heeft de rust van de wetenschap dat hij de snelste op de baan is. Kroes 2:28.2, 17e langzamer dan Robin Monster. Ook weer Beeld, Reuger en Plasman met elkaar in gevecht. Daar zit Kirali dan nu weer voor. En Kolakowski gaat naar P4, ten koste van Schouten. Die wil dus mee met Colin Karasani. Ties Bakker. Die Kraan. 17e, 18e plaats. Zo ongeveer. Althans, zo wordt inmiddels aangegeven. Vooraan de strijd om de leiding.
Robin Monster is voorbij gegaan aan Danny Kroes. Gebeurde zojuist. Hij is gewoon sneller. Twee teamgenoten. En dus is de vraag of Monster nu weg kan komen, terwijl Danny Kroes een soort kurk op de fles moet zijn. Zien of die dat voor elkaar krijgt. Of ze dat samen voor elkaar krijgen. De opdracht lijkt duidelijk. Wegblijven bij Colin Karasani. Het laatste rondje van Robin Monster was 2:27.5. Een persoonlijke snelste ronde uit de wedstrijd. Maar Karasani loopt alweer in. En flink ook. Die pakt gewoon 3/10 in de eerste sector alleen. Wat voor opvalt is dat Karasani heel veel tijd pakt aanremmen. Hij kan echt laat remmen. Hop. Onder slik. Verliest een plekje aan Kreuger omdat hij te wijd gaat. Het is een moeizame dag tot nu toe voor Kevin van der Slik. Hij zit wel in de top 10. Daarachter. Die Wijfschaf, Joey Alders, Dirk Warmerdam. Die dus spinnen vanuit een top 10 positie. Hij is overal op de baan sneller hoor. Colin Karasani momenteel dan Danny Kroes en Robin Monster. Wij volgen hier dat gevecht. En een spin, dat is Kreuger. Ongelukkige nummer 13. Valt ook terug naar P13. Zat achter Kevin van der Slik. Heel wijd. Te wijd. En dan raakt hij hem ook gewoon kwijt. Er gebeurt een hoop in deze wedstrijd. Saai is die zeker niet. Maar welke masterwedstrijd in het echt of online is er nu werkelijk saai? Dat is het mooie van het verhaal natuurlijk. Kan Karasani het gat dichten? Colin Karasani reed het vorige rondje een 27-3. Dat is een volle seconde sneller dan Robin Monster. En hij is er bijna bij. En in zijn kielzog komen Kolakowski en Schouten mee. Dus als dit nog een gevecht wordt in die laatste 2,5 ronde die ons nog resteren in deze eerste wedstrijd van 2. Dan kan het nog wel heel spannend worden en durf ik niet te voorspellen wie er daadwerkelijk op het podium gaat finishen. Echt goed maar. Voorlopig Monster aan de leiding. Met zijn teamgenoot Kroes erachteraan. Hij heeft de spiegels nu vol van de snelste coureur in de race, Colin Karasani. Een beetje ongelukkig was bij dat incident met Andras Kirali. Kirali die heel wijd uitwaaierde en naar binnen moest sturen. Er was eigenlijk niet genoeg ruimte voor het gevecht wat daar gaande was. En zo'n gevecht komt er hier wel weer aan. Het Monster voor Kroes. Robin Monster. Kan hij dit winnen? Wat moet hij dan doen? Terwijl hij een stuk minder snel is dan Colin Karasani. Die kijkt eerst bij Danny Kroes. Links verdedigen, rechts verdedigen. Kijk eens hoe de slipstream werkt. Bump erachter of niet? Nee, net niet. Hij rijdt er wel makkelijk naartoe. En oh, verdedigend werk. Karasani aan de binnenkant raakt daar Kroes. Dat is geen nette actie. Hoewel hij laat was met verdedigen. Danny Kroes. Dit is denk ik niet de plek om het op die manier te proberen. Hoe dan ook. Weer contact. Weer een auto die terugvalt in gevecht met Colin Karasani. En volgens mij is hij gelijk de pits ingemoeten voor vermoedelijk een drive-thru. Of in ieder geval heeft hij een straf gekregen. Dus even navragen. Het moment dat hij hem raakt. Colin Karasani. Snelste man op de baan. En dan dus de pits in. En dan is hij in één keer teruggevallen tot de 13e plaats. Een paar
keer betrokken bij incidenten, waarvan ik de laatste eigenlijk de enige vind waar die echt met het vingertje naar hem gewezen kon worden. Het betekent wel dat deze Maciej Kolakowski in die Super Pawa-auto nu dus op de tweede plaats ligt. Voor Dirk Schouten en achter Robin Monster. Volgens dan Kiraly en Kroes. Wow, heel wijd. Robin Monster. Heel wijd. Kolakowski op 17e van een seconde. En echt veel tijd is er niet meer natuurlijk. Anderhalve ronde. Is dat voldoende? Kun je haast zeggen. Dat is de grote vraag natuurlijk. Gastrijder Joey Alders. Is er plaats voor hem? Ze leidt nog altijd. Vallend weer heel wijd. Onderstuurt dus naar buiten. Daarmee gaat hij weer topsnelheid verliezen. Gaat zo direct Kolakowski echt de aanval in kunnen zetten. Ik nu al even, maar is te vroeg denk ik. Nou, misschien een klein foutje afdwingen. Hoho. Alsof er een zwenkwieltje onder zit voor Robin Monster. Ja, nu kijkt hij wel. Een klein tikje misschien op de achterbumper. Meer dan dat was het niet. Remde vroeg hoor, Robin Monster. Was wellicht om hier een goede exit te creëren. Om deze slipstream een klein beetje te breken. Rijdt er wel naartoe. Kolakowski, maar de pol zit net te ver achter, zou je zeggen. Lange rechterstuk van Suzuka biedt wel mogelijkheden. Kijk maar, Andras Kiraly en Danny Kroes. Twee coureurs die misschien wel zouden denken, ja, dat we gewoon op het podium moeten staan. Counter van Kroes lukt niet, maar hij kan wel profiteren van het feit dat Kiraly een beetje wijd ging. Kevin van der Slik, ondanks het feit dat hij zelf zeker zal toegeven dat hij de snelheid niet heeft. Dat is de ronde van 2.28.1. Hij ligt wel gewoon op de zesde plaats. Kiraly nu vol in de verdediging. Dat is de ronde in de wedstrijd voor Colin Karasani. Zeg ik dat goed? Dat is niet goed. Want intussen met de slipstream, twee rondjes geleden, was het Robin Monster die de snelste was. De laatste ronde loopt dan inmiddels. Nog een half rondje te gaan. Volle gevechten met de terugkerende Karasani. Probeert op die nog in te komen. Daar kan Joshua Kreuger nog wat te pakken nemen, denk ik. Joey Alders zit er vlak achter. En Danny Kroes gaat weer voorbij aan Andras Kiraly. Of niet? Kiraly countert. Een gevecht. Om de vierde plaats in de wedstrijd. Nu je voet onderin houden. Maar mogelijk, ja. Kroes er weer voorbij. De laatste paar meters nu voor Robin Monster. Voorsprong is klein. Kijk eens, Kolakowski. Hij heeft nog eigenlijk maar één kans. Hè. Dan moet hij nu uit de slipstream komen. Moet hij wat bijzonders gaan doen. Maciej Kolakowski kijkt, zoekt, zet hem ernaast. Dit durfde hij het vorige rondje niet. Ze leunen op elkaar en is het Kolakowski die er voorbij is. Want hij zit aan de binnenkant voor de volgende bocht. Laat geremd, Dirk Schouten gaat met hem mee. Wat een geweldige laatste ronde in deze eerste wedstrijd van twee. En Maciej Kolakowski, hij heeft het vorige rondje niet geprobeerd. Misschien daarmee Robin Monster een beetje in slaap gesust. Maar wat hij doet is winnen hoor. Maciej Kolakowski wint de eerste wedstrijd hier voor Robin Monster. Voor Dirk Schouten en voor Andras Kiraly, die toch voorbij is gegaan aan Danny Kroes weer op het allerlaatst. Van der Slik, Plasman, Warmerdam, Vijfschaft en De Wit, die zijn inmiddels binnen. Maar Maciej Kolakowski viert zijn feestje, zoals eigenlijk alleen Maciej Kolakowski kan doen. Een van de meest uitgelaten personen die ik ken. Maar hij wint hier wel in een wedstrijd die boordevol spanning zat en waarbij een hoop coureurs, vooral deze Colin Karasani, kunnen zeggen, ja, ik had hij toch eigenlijk gewoon moeten winnen. Maar zo werkt het nu helemaal niet.
goed als er hier en daar een beetje contact is. Als de wedstrijd net wat anders loopt dan dat je zelf wil. Laatste gevechten. In dit geval tussen Pepijn Kraaienveld en Sander van Dijk. En ook hier wordt het dus tot de laatste meter gevochten. Een geweldig circuit, Suzuka, om op deze manier te kunnen racen. Ja, een beetje afsnijden. Dat kan dan ook. Hoe dan ook. Kraaienveld voorbij van Dijk. Dat goed. Ja. En dus ook hier gefinished. Met als enige uitvaller Matthijs Bakker. En zo is de uitslag bekend van een toch wel spektakelstuk voor deze eerste Mazda race op het circuit van Suzuka. Ik zou zeggen toevoegen aan het Nederlands kampioenschap officieel. Hoe dan ook, reiskosten daar gelaten. Wat een geweldig, geweldig circuit om zo te kunnen racen. Maciej Krolikowski, hij wint voor Robin Monser en Dirk Schouten. Andras Kirali, Danny Kroes, Kevin van der Slik. Dat is de top 6. En ja, hebben we toch stiekempjes wel echt een mooi gevecht gezien. Een hele mooie race die van begin tot eind heeft geboeid. En waar de coureur die we daar zeker niet hadden verwacht na de eerste twee rondjes. Maciej Krolikowski, hij is degene die de wedstrijd wint. Wint hem dus voor Robin Monser en voor Dirk Schouten. Nou, dat was een absolute leuke wedstrijd. Echt van kunnen genieten. En nu is het aan de coureurs om nog heel eventjes zo direct op adem te komen. Misschien nog even wat rondjes te rijden om te zien of ze nog wat snelheid kunnen winnen. Daarna gaan we gauw weer toeleven richting de volgende race alweer. Want dat gaat eigenlijk in rap tempo door. De eerste wedstrijd van de dag in deze Mazda MX-5 eSports Edition op het circuit van Suzuka is een feit. Zometeen zijn we dan terug met de tweede wedstrijd, waarna we uiteindelijk gaan weten wie hier met de prijzen er vandoor gaat.
laatste paar seconden van deze warm-up sessie. Eigenlijk de laatste shakedown voor die tweede wedstrijd hier op het circuit van Suzuka in de Mazda MX-5 eSports Edition. De laatste paar seconden die lopen af. Dat betekent dat het voor de 20 coureurs uit de Mazda MX-5 Cup hier nu de hoogste tijd is voor de tweede wedstrijd. De eerste wedstrijd die zojuist gewonnen werd door Maciej Kolakowski. Het was een onverwachte zegen. Al pakte hij het heel slim aan hoor, op het allerlaatste moment. In het gevecht met Robin Monster en Dirk Schouten met Andras Kirali. Daar achter de omgekeerde grid zien we dan ook met de top 8 die werd omgekeerd. Maciej Kolakowski daardoor op de 8e plaats. Tony Vijfschaft, hij is degene op pole position voor David Plasman, Kevin van der Slik, Danny Kroes, Andras Kirali, Dirk Schouten, Robin Monster, Maciej Kolakowski. Ja, wie gaat dit dan winnen? Want Colin Carassani op P10 is normaal gesproken de snelste, maar in de gevechten niet makkelijk naar voren gekomen. Er gebeurde te veel. Hij had een slechte start ook aan het begin van de eerste wedstrijd. En daardoor viel hij wat terug. En eigenlijk werd zijn hele race alsmaar gecompliceerder en gecompliceerder daardoor. Nu gaan we langzaam maar zeker zien wie hier kan gaan winnen. 20 deelnemers voor deze tweede wedstrijd. Top pole position, dus Tony Vijfschaft. Vijfschaft heeft de beste startpositie, maar wie komt er als beste weg in deze tweede race op het circuit van Suzuka? Beetje wielspin links en rechts. En Vijfschaft is degene die denk ik als eerste de eerste bocht in gaat duiken. Maar Danny Kroes is als een raket vertrokken. Hij is opgeklommen naar de tweede plaats. Geweldig gedaan door Danny Kroes. Derde Plasman, vierde Kirali en Carassani inmiddels al opgeklommen naar P6 vanaf P10. Die is super weggekomen. Uitstekend gedaan. Wie niet? Wie is daar in één keer teruggevallen? Is dat dan de auto van Matthijs Bakker? Ook Dirk Warmerdam zit erbij. Er zijn een aantal coureurs in de problemen. En zo zien we ook dat in de pits Maciej Kolakowski stond. De winnaar van de eerste wedstrijd in de problemen gekomen. En de pols zit er, niet meer de leider in de race. Danny Kroes leidt voor Plasman, Kirali en Carassani. En dat betekent dat deze wedstrijd eigenlijk nu echt gaat beginnen. Want we weten dat Kroes snel genoeg is om de wedstrijd te winnen. We weten dat Kirali dat is, maar Carassani is absoluut de snelle man aan de buitenkant. Zijn pad geblokkeerd, zou je denken, door Plasman. Maar hij gaat wel voorbij daar aan Kirali en P3 vanaf de 10e plaats. Voor Colin Carassani. Zijn exit niet helemaal top. Hij dus nog wel op de 3e plaats. Hij verloor geen plekje. En Plasman kijkt bij Danny Kroes aan de buitenkant. Dat opent de deur vervolgens weer voor Colin Carassani. Die zit helemaal aan de binnenkant. Zelfs bij de exit nu bij Danny Kroes. En de grote vraag wordt dan, kan hij dooraccelereren en voorbij in ieder geval gaan aan David Plasman. De buitenlijn, die kiest hij. Dat is op zich niet een heel, heel groot probleem. Zo is hij degene die echt in de aanval is vanaf P10. Carassani nu definitief naar de 2e plaats achter Danny Kroes. En dan is het Kirali die meeklapt, zit aan de binnenkant. Dan wordt de deur dichtgegooid door Plasman. Is het de vraag of Kirali P4 in deze race kan uitaccelereren. Let ook op Robin Monster. Monster komt vanaf de 7e plaats. En daar is Carassani al aan de binnenkant. Aan de buitenkant, excuus. Zit aan de buitenkant voor die lange doordraaier. En als hij hem ernaast kan houden, zit hij vanzelf aan de binnenkant voor de chicane. Want dat weet Danny Kroes. En die dwingt hem naar buiten. Helemaal naar buiten. En dus is hij... Oh, wordt het hier even spannend? Kan hij er langs of niet? Samen, rechtdoor. En wie profiteert? Ja, Danny Kroes. Die moet een heel stuk afsnijden. Die verliest heel veel snelheid. David Plasman profiteert. Ook Andras Kirali en Robin Monster. Het is nu alweer een echte Mazda-wedstrijd. En ja, Colin Carassani is weliswaar verreweg de snelste. En dat zien we dan ook hier op het rechte stuk. Super exit. Denkt dat hij de leiding gaat nemen nu. En Danny Kroes die verliest heel veel tijd. Vermoedelijk omdat hij dus een stuk van de ronde heeft afgesneden. Plasman. Weg terug. Kirali raakt Robin Monster op het achterwiel. Dan Tony Vijfschaft erbij. Colin Carassani eraf. Er gebeurt van alles in één keer. En een hele hoop coureurs zijn heel erg ontevreden. En is het David Plasman die in één keer aan de leiding gaat voor Kirali en voor Schouten. En dan is het Kroes op 4, Monster op 5. En Colin Carassani, ik weet eigenlijk niet, daar hebben we echt een herhaling voor nodig. Waarom hij degene was die rondging. Het leek erop
alsof hij er in de eerste instantie helemaal niets mee te maken had. Maar vervolgens ging het dan toch mis. Plasman leidt voor Kirali, voor Schouten, dan Kroes, Monster en Kreuger. Laurens de Wit, Lorenzo van Riet, Joey Alders. En dan daarachter Kraaienveld, Pepijn Kraaienveld, alweer flink opgeklommen. Kroes een beetje te wijd. Zijn teamgenoot, Monster. Kroes kreeg dus inderdaad een penalty, omdat hij een heel groot gedeelte van de chicane had afgesneden. En dan verlies je dus tijdelijk vermogen. Word je eigenlijk gewoon een beetje afgeremd. Zo zien we in ieder geval dat het super spectaculair is aan het begin van deze wedstrijd. En waar tot waar is Colin Karasani teruggevallen? Die ligt weer op de 12e plek. En dat is iets wat we al eerder hebben gezien. Mooi om te zien hoor, dat er zo goed gevochten wordt. Maar dat er ook tegelijkertijd toch nog wel reden is tot discussie. Betekent namelijk dat de coureurs het belangrijk vinden en dat het er heftig aan toe gaat. Plasman leidt, maar heeft hij de snelheid om Kirali achter zich te houden? Schouten, Kroes, Monster zitten te loeren, te zoeken. Dat doet ook Kirali aan de buitenkant. Ook hij wordt echt naast gedreven, maar hij houdt zijn voet onderin. En nu lijkt hij er dan toch definitief voorbij. Nee, laat geremd door David Plasman, heel laat. Dan wordt de tweede knik lastig. Moet je hem hier opvangen? Dat doet hij wel heel goed, zou je denken. Nee, lukt hem niet. Kirali toch eraan voorbij. Maar, ja, gek genoeg, omdat hij zo slecht uit die vorige bocht kwam, is het Plasman met een hogere topsnelheid nu bij het opkomen van het rechte stuk. En dan werkt die slipstream ook nog eens uitstekend. Schouten, Kroes, Monster, allemaal in één beeld gevangen. Maar het is Kirali die leidt. Plasman stuurt in, wordt geraakt door Kroes. Ja, hij zat daar, Danny Kroes. David Plasman stuurde in. Doet niet doen alsof de ander er niet is. Twee echte verliezers in deze wedstrijd zijn Kevin van der Slik en Maciej Kolakowski. Wat daar dan precies gebeurd is, is onduidelijk, maar feit blijft, ze doen niet mee. Joshua Kreuger op P6. In die melee ook flink opgeklommen. En hoeveel tijd moet Colin Karasani gaan overbruggen richting Andras Kirali? Ik denk een seconde of 6. Los van het feit dat hij heel wat auto's moet ingaan halen. Kirali probeert te bouwen aan een kleine voorsprong. Monster, zo hard de curb geraakt. Ligt op P4 in de wedstrijd. Op P5, excuus. En Kreuger erachter. Van Laurens de Wit. Die heel stiekempjes zo naar voren is gekomen. Karasani, buitenom. Voorbij. Aan Dominicaan. Althans, dat was het plan. Ging niet helemaal volgens plan. Kraaienveld zit er ook weer voor. Pepijn Kraaienveld. En met z'n tweeën in gevecht. En dan moet Karasani maar een weg eraan voorbij gaan vinden. Nog niet 1, 2, 3 gedaan. Nu buitenom. Ja, hij heeft zoveel meer grip en snelheid in die auto. Hij heeft ook al lang en breed uitgevonden dat je daar makkelijk kunt inhalen als je maar de auto positioneert voor de volgende bocht. En hier buitenom ging hij dus voorbij aan Dominic Kraan. Daar dan weer achter Michael Kool. Hebben we het dus nu om de 13e plaats in deze wedstrijd met Andras Kirali nog altijd aan de leiding. Dan weer achter. We volgen voorlopig Colin Karasani in zijn strijd om naar voren te komen. En Kraaienveld is de volgende die hij opzoekt. Terwijl dit het gevecht vooraan is. Kirali heeft een klein beetje ruimte gekregen, maar Danny Kroes gaat voorbij aan David Plasman, van wie we weten dat hij echt uitstekend kan verdedigen. Is goed gereden daar van Danny Kroes, die nu richting de achterzijde van Andras Kirali kan gaan. Opletten geblazen.
hoort bij Robin Monster. Kijk eens hoe makkelijk Danny Kroes naar Andras Kirali rijdt. Dirk Schouten voor ons neus. Die wil heel graag daar. Klasman voorbij. Dat zal nog niet 1, 2, 3 zo makkelijk zijn, want we weten hoe goed Klasman kan verdedigen. Kirali moet ook verdedigen ten opzichte van Danny Kroes. Zo zit het allemaal dicht bij elkaar. Gaat het daar mis voor? Is dat Laurens de Wit? Ja, Laurens de Wit is teruggevallen. Die zat toch op het randje van de top 5. Op 6. Een beetje. Maar Te Wijd en dit hebben we al een paar keer gezien natuurlijk vandaag. Fractie Te Wijd en dan in de counter, eigenlijk in de opvang, de tweede beweging, raakt hij hem alsnog kwijt. Oeh, Dirk Schouten. Kijk even, Danny Kroes ligt in één keer op P4. Danny Kroes probeerde het bij Andras Kirali. Dat heeft overduidelijk niet gewerkt. Waar is Colin Karasani? Hij wordt inmiddels aangegeven als uitvaller. Heeft er vermoedelijk de brui aangegeven. Danny Kroes wordt daar voorbij gestoken weer. Door Dirk Schouten en David Plasman. Wel een geweldige counter van buiten naar binnen. Een echte oldschool switchback. Maar het leuke van het circuit van Suzuka is dat je vervolgens er dan nog niet bent. Dat er altijd wel weer een volgende bocht aankomt. Kunnen we nog eens zien wat er gebeurde bij Danny Kroes. Ingevecht met Andras Kirali. En kwam hij op de vierde plek alweer terecht. Gebeurt dus genoeg in deze wedstrijd, inclusief met Colin Karasani. Oh, nou, zo lig je dus uit de wedstrijd. Niet helemaal prettig. Wie was dan degene die hem raakte? Was dat start nummer 3, Lorenzo van Riet? Ik denk het wel. Nou, daarmee dus echt officieel uit de wedstrijd. Weten we meteen wat daar is gebeurd. En zo was Colin Karasani de hele dag de snelste, maar wint hij vandaag niet. Dat is denk ik het simpele verhaal. Nog altijd die strijd tussen Dirk Schouten en David Plasman. Schouten naar P2, buitenom. Inmiddels is Andras Kirali wel makkelijk weggekomen. Zo snel kan het gaan dan, hè? Een paar rondjes met elkaar in gevecht. Dan is het in één keer... in één keer gedaan. Het kan wel interessant worden nu als het gaat om om de winst van de dag. De winnaar van de eerste race krijgt 8 punten. De winnaar van de tweede krijgt er 20. Andras Kirali gaat er hier wel 20 pakken. Op deze manier in ieder geval. Hij is er natuurlijk nog niet. Oh, Dirk Schouten en David Plasman. Robin Monster. Allemaal met elkaar in gevecht. Sjoerd Kreuger zit er ook weer bij. Schouten werd derde in de eerste race. Tweede hier. Ja. Dan zal het dan wel weer rekenen worden. Maar voorlopig heeft rekenen nog geen enkele zin. Als we zien dat er zo gevochten wordt. Continu de strijd.
Ali kan hierdoor verder en verder en verder weglopen. Het verschil is nu 3 seconden. Hè? Allemaal in het voordeel van Andras Kirali. Dirk Schouten. Altijd op die tweede plaats. Eerlijk is niet voldoende. Want als we snel rekenen, zou Andras Kirali op 25 punten komen. Danny Kroes verliest momentum. Zat aan de verkeerde kant in dat gevecht. Als we zo zouden finishen, komt denk ik Dirk Schouten tot 23 punten. Dus Andras Kirali lijkt op deze manier een beslissende slag toe te dienen. Als het gaat om de dagoverwinning. Nou, hebben we dat vastgesteld. Kijken we nu naar dat gevecht op P2. Plasman, nadat hij voorbij is gestoken, echt zijn tanden erin gezet bij Schouten. Nu aan de buitenkant, aan de binnenkant. Robin Monser gaat met hem mee. Het is lastig hoor, om het daar te proberen. Voelt een beetje als een bocht als Blanchimont. Dan raakt hij daar Dirk Schouten. Denk ik, dat kan haast niet anders, dat Robin Monser Dirk Schouten raakt. En dat is het probleem van het proberen aan de binnenkant daar, in die lange doordraaier. En hij lag op de tweede plaats. Dirk Schouten, maar is helemaal teruggevallen nu. Nu is het Monster op P2. Voor hem dan de 17 punten van die tweede race. Maar David Plasman wil meer dan wat hij nu heeft. Hij gaat dan heel laat naar de buitenkant, eigenlijk te laat geremd. Scrupt heel veel snelheid, momentum uit de auto. Dan zit Danny Kroes die weer kan aanhaken. Daarachter zit Joey Alders. Die net zoals een paar weken geleden op het circuit van Spa-Francorchamps met gastrijder Charles Wolfsman junior in één keer in die tweede race uit de problemen blijft en zo komt opzetten. Kroes heeft absoluut snelheid over. Dan hij nog wel doen. Ten opzichte van Plasman. De tijd is er nog wel, hè. 3,5 ronde te gaan op dit lange circuit van Suzuka. Heuger rijdt naar Alders toe. Kraaienveld, Koel van Riet en Schouten. Dat is de top 10. Nou, heel erg ontevreden zal Schouten toch zijn. Leek op het tikje van Robin Monser. Let op Danny Kroes. Die positioneerde zichzelf al. In de wetenschap dat het hier toch lastig is. Plasman verdedigt wel, maar verliest weinig snelheid. En daarvoor nog altijd op die enorme voorsprong van inmiddels 5 seconden is het Andras Kirali. Hij is de enige in het veld die een 27er heeft neer kunnen zetten. Daar gaan we weer. David Plasman kijkt en zoekt. Ah, moet dan wel opletten dat hij niet momentum kwijtraakt. Het gebeurt dus wel. En Danny Kroes op P4 zit ernaast. Plasman, zo! De slipstream werkte wel. En hij keek even bij Robin Monser. Slim gereden door Danny Kroes, maar hij is er nog niet voorbij. Ja, het is wel een gevecht hoor, dit. Waarbij duidelijk is dat als je in de slipstream zit, maar moeilijk is om losgereden te worden. Robin Monser ligt weliswaar op de tweede plaats.
Ah, daar weer Kroes. Hij moet er nu voorbij. Anders kan hij niet meer naar Monster toe. Normaal gesproken, de twee teamgenoten. En ja, nu zit hij aan de binnenkant. Dan kan hij de buitenkant, maar hij heeft overspeed. Het mooie van Suzuka is dat er ook echt te verdedigen valt. Joey Alders kijkt eens even rustig hoe dit gevecht zich ontvouwt. Nu zit Kroes ernaast en is hij er eindelijk voorbij. Daar is hij gewoon 2-3 ronden mee bezig geweest en is hij er nog niet. Want Plasman komt weer counteren. Of vroeg op zijn gas, David Plasman. Daarmee een klein beetje te vroeg, denk ik zelfs. Kroes is er nu wel voorbij. Maar daar gaan we weer slipstreamen. Robin Monster kan hierdoor wegkomen. Over de curbs daar niet. Aan de buitenkant wel. Te wijd. Een klein beetje voor Danny Kroes. Maar daarmee houdt hij wel momentum. Een zwerm bijen hier weer over het asfalt. En anders Kirali is bijna uit beeld verdwenen. 6 seconden. Nee, zeg ik verkeerd. 8 seconden. De voorsprong nu voor Andras Kirali. En natuurlijk altijd in gevecht, flink in gevecht. Voor ons neus Joey Alders. We zijn aan boord bij Joshua Kreuger. Bij de lijn ingaan van de bocht zagen we voor Danny Kroes. Die gaat aanhaken bij Robin Monster binnen nu en niet al te lange tijd. Kirali. Hij is echt uit beeld verdwenen voor ons allemaal. Maar hij is consequent de snelste op de baan. Dat heeft ook met dit gevecht te maken. Hè? Met het feit dat ze elkaar zo dwars zitten. Kirali moet nog 1,5 ronde. En die gaat echt niet in problemen komen op deze manier. Kreuger zoekt naar een manier om Alders voorbij te gaan. In essentie is hij een fractie sneller. Op dit moment. En ik had gedacht dat Danny Kroes relatief makkelijk naar Robin Monster toe zou rijden. Dat is niet gebeurd hoor, tot nu toe. Inmiddels zien we ook eigenlijk de pechvogel van de start met Jack Kolakowski met dat bezoekje aan de pits. Dat hij op de 10e plaats ligt. Ook inmiddels goede 30 seconden. Maar veel plaatsen gepakt door Kirali en door Robin Monster. Niet zoveel als door Pepijn Kraaienveld die op de 7e plaats ligt. En daar 11 gewonnen heeft vandaag. Daar is hij. We zagen hem tot de laatste meter toe vechten. Volgens mij met Simon van Dijk aan het einde van de eerste wedstrijd. En nu zit hij netjes in die top 10, vlak voor Michael Kool. Ietje in niemands land. Als zo meteen de laatste ronde ingaat. En dat gebeurt nu, want over de streep is het Andras Kirali. Eenzaam en alleen, dat geldt niet voor Robin Monster erachter. Die heeft de spiegels juist vol. Vol met Danny Kroes, zijn teamgenoot. En David Plasman. Joey Alders en Kreuger. En hey, hij is er voorbij. Danny Kroes is er voorbij. Beetje buiten beeld. Hij is dus uit de slipstream gekomen. En een plek ingepakt. Kirali. De voorsprong is echt enorm. 6 seconden. Hij is een beetje aan het liften. Geen gekke dingen meer doen. Maar bochten nog overleven. Hier Danny Kroes op de 2e plaats. Finishte in de eerste wedstrijd natuurlijk buiten het podium. Op de vijfde plaats. Hij heeft 4 puntjes gepakt. Nu pakt hij de 17. Komt hij op 21. Terwijl we weten dat Kirali er op 25 komt. Hij wordt de winnaar van de dag, Andras Kirali. Ah, dat hij
eraf ging samen met Colin Carassani in de eerste race. Dat was een ongelukkig moment. Daar zat denk ik niet heel te veel, problemen in dat moment. En daarna heeft hij zich echt geweldig door het veld heen gevochten. Super start voor Andras Kirali en vervolgens een beetje geprofiteerd van wat er om hem heen gebeurde en helemaal op kop. En op kop was hij niet meer te stuiten. Altijd deze drie als aan een lintje. Joey Alders is hier weggevallen, die heeft zijn handen vol. Joshua Kreuger, daar is hij. Recht op P5. Andras Kirali is bezig met de laatste meters. Laatste meters hier op het circuit van Suzuka. Een circuit waar het gros van deze coureurs toch nooit normaal zou kunnen racen. Maar in deze Mazda MX-5 eSports Edition kan dat wel, mede mogelijk gemaakt. Natuurlijk door Mazda Nederland. Natuurlijk door het team van VMAX. Maar vooral in deze wedstrijd door de KNAK Nationale Autosport Federatie, de KNAF. En dankzij die steun hebben we hier kunnen rijden. En is het Andras Kirali die als eerste over de streep gaat. Hij wint niet alleen deze wedstrijd, maar is ook degene met de meeste punten op de dag. Danny Kroes op de tweede plaats. Joey Alders ineens op de derde. Dan is het misgegaan nog voor Robin Monster. En niet alleen Robin Monster, maar ook Plasman, die zelfs niet eens meer doorkomt. Wat gebeurde er? Buiten beeld, omdat wij naar Kirali keken, was het Plasman die de aanval inzette aan de buitenkant. Raken ze elkaar bij het ingaan, verliezen ze alle twee de macht over het stuur. En met name Plasman gaat er hard af. Die is daardoor uit de race. Robin Monster de hele dag in de hoek waar de klappen vallen, of ze zelf uitdelen of ze incasseren. Hoe dan ook, hij finisht niet op het podium, hij finisht als zesde. En is het Andras Kirali, van wie we zeker weten dat hij absoluut de beste was in deze race. Eenmaal los, niet meer bij te halen, met bijna 7 seconden voorsprong, wint hij dan. Ja, toch allemaal. Nog binnen, hier Tony Vijfschaft. Plasman is dus niet gefinished. We hebben ook een aantal auto's in de pits. En de grote vraag gaat zijn, hoe hoog lopen de gemoederen op na deze race? Want er is flink wat gebeurd. Dat is één ding wat zeker is voor onder andere dus Robin Monster. Wel hebben we, en dat moeten we gewoon zeggen, 4 fantastische races gezien. En Andras Kirali is dan ook de winnaar hier voor Danny Kroes en Joey Alders op het podium. Hij doet eigenlijk precies hetzelfde als wat Charles Solsman Jr. deed op het circuit van Spa. Buiten beeld blijven in de eerste race. Ja, weinig meters kunnen maken natuurlijk van tevoren. En vervolgens dan toeslaan in de tweede race als de chaos eigenlijk een beetje compleet is. Hoe dan ook, hij finisht als derde voor Joshua Kreuger. Dat verschil was op de streep niet al te groot. Met name tussen Kroes en Alders was dat. Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik verkeerd. Met name het verschil tussen Alders en Kreuger was ongeveer 1/10 van een seconde. Dan Pepijn Kraaienveld op P5. Die wint dus 13 plaatsen van vandaag in deze race. Ja, zo kan het gaan. Zo is het gegaan. En zo zien we de volledige uitslag dan ook in deze derde editie van de Mazda MX-5 eSports Edition. Inmiddels weten we dan dat Danny Kroes in de interviewruimte klaar zit. Nog altijd achter zijn stuur. Danny, daar gebeurde een hoop in deze wedstrijd. Hoi, ja, dat klopt. Het was een redelijke chaos, zeg maar, aan het begin. Even kijken, ik weet niet wie dat waren. Ik denk Dirk Schouten en Plasman, die waren nogal hard in gevecht. Dus Kirali kon natuurlijk mooi wegrijden. Ja, die eenmaal de slipstream ook gebroken was, die weg. Die slipstream die werkt wel goed, hè? Ook zelfs hier virtueel. Ja, die slipstream is echt super belangrijk. Ik denk dat het, je kan zo goed rijden als je wil, maar het is onmogelijk om weg te rijden, zeg maar.
Ja, dat maakt het dan in ieder geval voor de kijkers heel interessant. Je hebt wel hard moeten werken, denk ik, vandaag. Ja, vandaag wel. Ik heb eigenlijk geen tijd gehad om te trainen, dus ik sprong vanochtend in en ja, zat er wel redelijk bij. Alleen ja, gewoon niet snel genoeg, dus ik moest het echt hebben van zeg maar in de slipstream blijven en geen fouten maken, maar dat ging niet helemaal vandaag. Nou, het is denk ik sowieso lastig, want het is net een wespennest aan auto's bij elkaar. Desondanks wel tevreden? Ja, dat wel. Volgens mij sta ik weer terug op 1 in het kampioenschap. Dus ja, ik rijd gewoon zeg maar een beetje op de punten voorzichtig, niet uitvallen. En je ziet er toch aan Colin, die ja, is wel een redelijk agressieve rijder, wel een van de snelste. Maar ja, toch vaak finisht hij niet, dus daardoor valt hij ver terug. En nou weten we natuurlijk dat je weet hoe je een kampioenschap moet winnen, Danny. Als we straks weer gewoon gaan racen en daadwerkelijk in het echt, gaan we je dan weer in de Lamborghini zien? Ja, dat klopt. Ik heb alweer een paar testdagen gehad. Dus 19 juli is de eerste wedstrijd in Mugello. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. En ja, het is fijn om in ieder geval zo digitaal bezig te kunnen zijn. Maar niet verslaat het echte werken. Nee, dat klopt. Ik was wel heel blij toen ik vorige week in Imola weer mijn eerste rondjes aan het doen was. En gewoon weer de echte G-krachten kon voelen. Dus ja, dat was wel weer super. Mooi. Voorlopig tevreden dus voor vandaag. En dan ja, wens ik je heel veel succes voor de volgende en natuurlijk voor het echte werk, Danny Kroes. Ja, dankjewel. En zo spraken we dus met een man die zeker niet ontevreden was. Ook al was het een lastig verhaal vandaag om de pure snelheid te hebben. Ja, het was niet makkelijk op een circuit wat mensen natuurlijk niet zo heel goed kennen. En voorlopig weten we dus dat Andras Kirali zojuist gewonnen heeft. En die voegt zich dan ook bij ons in de interviewruimte. Andras, wat een geweldige wedstrijd. Hoi Nelson. Ja, hey. Was een lekkere wedstrijd. Ik zat er eigenlijk de afgelopen paar races ook al best wel lekker bij. Maar elke keer net een incidentje, net dat het niet lekker ging. En ja, en nu kon het gewoon, ik zat aan de leiding, er gebeurde iets achter me, een beetje duwen en trekken. En toen had ik de slipstream gebroken. Dus ben je... Als je 1,5 seconde los bent, ja, dan is het bijna onmogelijk om er meer aan te komen. Dan redt iedereen even hard rond. Ja, en we zagen, als we het over incidenten hebben, die eerste wedstrijd. Het was een beetje ongelukkig. Hè? Je nam de wijde lijn en het lichtst mogelijke tikje was al voldoende. Het laat wel zien dat er echt op het randje gereden wordt van de grip, hè? Ja, klopt. Ja, dat was een beetje een ongelukkig incident. Ik zat aan de buitenkant. Ik liet in principe genoeg ruimte. Maar Colin kreeg een klein tikje en hij... Ja, hij waaierde iets naar buiten toe en dan zit de auto zo op het limiet dat als je daar een tikje achterop krijgt, ja, dan heel blij nog dat ik niet gespind ben en dat ik nog door kon rijden op P8 of zo. Maar er wordt in ieder geval, vandaag was het ook echt leuk racen, heel fair eigenlijk over het algemeen. En ik denk een goed stukje reclame voor als de echte cup weer begint. Ja, dat is één ding wat toch wel continu wel opvalt. Dus, ik heb flink wat wedstrijden gezien in de eerste editie van de Mazda-wedstrijden. En ook met de nieuwe auto. En ja, het lijkt er wel op. Hè? Het is wel precies dezelfde dynamiek die we in het echt zien. Ja, ja, wat dat betreft is het goed gemodelleerd. Kijk, de slipstream is heel belangrijk. Vanwege die open rolkooi is hij natuurlijk aerodynamisch niet echt optimaal. En dat is heel leuk voor het racen. Want je slaat echt een gat in de lucht. En probeer maar eens weg te komen als je vooraan rijdt. En, ja, dat lukte sowieso. Dus voor jou in deze wedstrijd uitstekend. Eenmaal weg, gewoon concentreren op kwalificatierondjes rijden dan. Ja, toen ik zag dat ik meer dan 1,5 seconde voorsprong had, toen ben ik gewoon hoofd naar beneden, kwalificatierondjes. En gewoon zorgen dat je elke apex raakt. En dan gelukkig werkte dat. Ja, en met een grote voorsprong gewonnen. We kunnen dus eigenlijk zeggen, Andras, als dagwinnaar, dat het vandaag eindelijk raak was, hè? Ja. Eindelijk raakt. Dat is wel leuk. En een prachtige voorbereiding om met IL Motorsport het nieuwe seizoen in te gaan. Ja, want het gaat langzaam maar zeker ook bij jou wel kriebelen, denk ik. Ja, ja, over een maandje mogen we weer. Dus dan ruilen we hem weer in de virtuele versie voor de echte versie. En dan gaan we los op zolder. Ja, we hebben het in deze uitzending al gehad over de nieuwe kalender. Het is met kunst en vliegwerk voor elke organisatie. Maar ik denk wel dat er een fantastische kalender toch ook gewoon weer staat. Met echt mooie evenementen. Ja, vind ik ook. Kijk, uiteindelijk hebben we maar één raceweekend minder. En we rijden tijdens de DTM. Nou, dat is een mooie bonus. Dat is denk ik heel leuk voor de coureurs en ook voor het publiek als dat erbij kan zijn. Ja, gewoon leuk dat we toch nog in die laatste 3 maanden nog gewoon 5 mooie evenementen kunnen doen.
En in de tussentijd gewoon virtueel. Gefeliciteerd, Andras. Dankjewel. En hopelijk tot de volgende keer. Maar deze heb je in de pocket. Ja, dankjewel. Hoi. Yo. En terwijl we wat hoogtepunten zien van de wedstrijd van vandaag. Het was een wedstrijd vol met hoogtepunten, dames en heren. Denk ik dat we zo langzaam maar zeker aan het einde van onze uitzending zijn gekomen. Ik heb niet het idee dat Joey Alders nog in de interviewpositie zit. Wel hebben we zojuist gesproken met Danny Kroes en Andras Kirali. Twee toch wel bekendere namen als het gaat om de Mazda MX-5 eSports Edition. Zit het er voor vandaag op? Ontzettend van genoten, in ieder geval ikzelf. Ik hoop u ook. Weer een fantastische wedstrijd. Deze vandaag dus mede mogelijk gemaakt door de KNAF. En natuurlijk door Mazda en door het team van VMAX. We hebben echt een fantastische paar zondagen op deze manier. En het gaat er hard op. En dat is in ieder geval iets om goed in de gaten te houden. En binnenkort kunnen we weer echt gaan racen. En tot die tijd hebben we de Mazda MX-5 eSports Edition om ons te vergezellen op de zondagmiddag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Hopelijk weer en dan ook weer op een prachtig circuit. Ergens virtueel of in het echt.